als voorafging in King Wars. Ik zal eerst kijken. Nee, dit zijn allemaal gewoon normale boeken over dingen misschien. De derde krijger was een drakendoder. Hij was bekend in het noorden en in het westen van de hele wereld voor deze oorlog. Zijn jullie het met mij eens? Juich dan! Mensen van Era, mensen van Eros, we zijn vandaag bij Whiton aangekomen en we gaan alles en alles tot de grond helemaal kapot maken. Ben je er klaar voor, Demi? Jazeker, ja. En jij dan, meneertje Delano, ben je er klaar voor? Uiteraard. En mensen van Era en van Eros, zijn jullie er klaar voor? Spring dan! Helemaal goed. We zijn al bij elkaar gekomen dat wij Whiton gaan overnemen. Een van de plekken waar al het wheat en al het voedsel zou moeten komen als wij deze plek hebben overgenomen, zal hun voedselvoorraad verminderd worden en gaan wij daar gebruik van maken in verdere oorlogen. Maar goed, Delano, ik zou zeggen, leid de aanval samen met Demi. En ja, zeg maar wat ze mogen doen, Demi. Oké, mannen, we hebben hiervoor getraind. We zijn er helemaal klaar voor. Ik wil jullie een paar dingen meegeven. Pas op, ze hebben hele hoge muren. Ik en Delano en Leon gaan ervoor zorgen dat de poort wordt opgeblazen. Tot die tijd probeer je iedereen van de muren af te schieten. En that's it. We gaan het doen. Yes. Oké, geef ons de leiding en dan laten we gaan, toch? Kom op, mensen, we gaan. Go! Oké, nou, Whiton, mensen. Wat een lelijk dorp, zeg. We moeten het sowieso een keer wat mooier maken. Maar goed, even zien. Zijn er verder geen mensen? Want er waren nog een paar mensen van Era hier naartoe gestuurd. Met de... ik zie iemand. Leon. Ja, Nick. Wat is er aan de hand? Het legioen dat je gestuurd had, we konden hem niet winnen. Ze waren met veel meer. We hebben de toren wel op zijn positie kunnen brengen, maar ik ben de enige overlevende. Oké, en... De muren zijn veel te hoog, Francis. Dat is gewoon niet te doen. Oké, Delano, jij hebt verstand van dat kanonding, toch? Nick, staat hij er nog? Ja, het kanon staat op zijn positie, dat is gelukt. Oké. Ja, dan... Luister. Oké, mannen van Eros, jullie gaan voor, jullie zijn goed met zwaarden. Mannen van Era, ga met de pijlen voor of achter en ik en Delano en Leon rushen naar de tower. Ja, schiet iedereen van de muren af, ze moeten allemaal kosten wat kosten doodgaan voor extra support. Dus zoek dekking en schiet ze helemaal ervan af. Delano, ren naar die poort toe, ik ren met je mee. Vergeet geen golden apple te nemen, want anders kan je ook misschien doodgaan. Oh. Oké. Ja, ik word al een paar keer heel bang. Ik ook, jezus. Oké, geef goede dekking, schiet ze allemaal van de muren af, kom op. Blijf schieten. Oké, Delano. Ik heb iemand geraakt, mensen, kom op. Jullie kunnen het ook. We hebben hiervoor getraind, zoals Demi het al heeft gezegd. Oh, die knal. Oké. Oh, auw. Oké, ik denk dat ik even ga verkennen bij de poort. Thijs, loop maar met mij, we moeten even kijken bij de poort. Delano, richt een schop met dat ding, man. We komen er niet doorheen. Probeer mijn best te doen. Oké, blijf schieten. Oh. Hij gaat steeds heel erg scheef. Hoe kan dat nou? Ja, ik weet niet. Richt nog een paar keer. Ik weet niet of je toevallig anders TNT bij je hebt. Anders moet ik er maar gewoon met TNT op gaan blazen. Ja, je schiet echt mis. Kom op, pak mijn TNT. Iemand met TNT, kom op. Kom naar de poort en blaas die poort op. We kunnen het. Blijf naar boven richten. En blijf je pijlen schieten. Demi, heb jij toevallig TNT bij je? Nee. Ik heb er niet op gerekend. Michael! Okay. Ja? Haal even TNT. We hebben de TNT nodig. Ja, dan haal je maar even TNT. Ik kom wel even. Ik heb TNT bij me. Oké, goed. Oké, mannen, blijf schieten, blijf schieten. Geef hem dekking. Blijf hier, kom op, vuur. Kom op, Nick. Goed zo. Goed zo, Nick. Afstand. Oké, en blaas er doorheen, kom op. Mensen van Eros, naar binnen, kom op. Oké, we zijn binnen, mensen. Oké, houd rekening met de tweede laag. Kom op. Blijf schieten, blijf aimen, hou hoog aan. Kom op, Michael. Oh, ze lopen daar, mensen. Kom op. Mensen van Eros, kom op. Naar de tweede laag. We kunnen het. Kom op, door blijven rennen, kom op. Leon, ben je al bij de trap? Ik ben bijna bij jou, ik zag je al. Kom op, Aziz, rennen. Hup, naar boven, kom op. Hup. Loop voorbij, kom op. Doorlopen. Oké, dat was het. Iedereen wel... Ik loop achter jullie aan, mensen. Oh. Laat hem, waar ben je? Oké.
Oké, mensen, ga er doorheen. Kom op, jullie kunnen het. Allemaal voorop, kom op. We zijn sterk, we zijn Era. En Eros natuurlijk. Oké, als iets gaat, volg. Mensen met Era, pak je boog en schiet straf. Mensen van Eros, slaan met de zwaard. Kom op. Wat eraf. Pak anders even een emmer met water. Zorg dat even iedereen van het vuur wordt afgekoeld. Oké, dat is er eentje. Goed zo. Allemaal op water komen. Kom op, allemaal in het water staan. Goed zo. Ik weet niet hoeveel golden apples jij nog hebt, Delano. Hey, ik heb nog alle drie. Oké, kom op mensen. Naar boven rushen. We kunnen dit. Jesse, kom op bovenaan. Pas op mannen. Ze schieten. Blijf schieten. Hoeveel mannen zijn er al door? Geef een report. Oké, mannen van Eros voor. Ik denk al... Ik zie nog de mannen van Eros zeker nog allemaal er zijn, maar van Eros zag ik al een paar weg. Een stuk of twee of zo. Ja, dat maakt niet uit. We zijn met z'n mensen. Oké, we zitten op de tweede laag, mensen. Maak iedereen af. Kom op. Dat is Ian. Oké, mensen. Goed zo, mannen. Oké. Wat van boven geschoten, schieten. Oh, iemand valt naar beneden. Schiet hem dood. Iemand staat op de berg. Blijf hem hitten. Ah, hij komt eraan. Hij springt naar beneden. Oké, hij is dood. Gelukkig. Oké, barricades. Breek op die barricades heen. Mensen, als we bij het paleis zijn, gaan wij, dat bedoel ik mee, Demi, ik, Michael... En natuurlijk de Lano gaan wij naar binnen breken. Maar pas op, want er kunnen nog vele mensen boven staan. Ik wil dat een paar mensen voor me lopen, want ik durf niet in mijn eentje vooraan. Ik wil Lano. Ja, ik maak hem ook af. Maak hem af. Wie heb je doodgemaakt? Wie heb je afgemaakt? Alloué. Oké. Dan boven aan de trap te schieten, vooruit. Oké, ik ga vooraan. Ik neem even een appel. Ik pak ze. Ook. Ik neem een laatste. Oké, mensen. Blijf maar wachten, we hebben het hier gehaald, mensen. De victorie is geboden, blijf je allemaal wachten. Ik kom nou naar boven. Michael, jij gaat zo mee. Jullie houden hier alles in de gaten, ga terug. Zorg ervoor dat de versterkingen hier niet meer naar binnen kunnen breken. Wij maken het af, jongens. Okay. Ga maar weer naar beneden, we zien jullie daar straks. Kom op, jongens. Pas op, hij is er weer. Oké. Demi, kom snel mee, we halen dit wel. Kom op, Delano. Goed. Ik wijs het even. Oké. Laten we dit doen dan. Zo. Kijk eens wie we daar hebben. Ja, kijk eens wie we daar hebben. Ja. Wat wil je nou nog doen dan? We zijn hier met veel meer man. Jij bent hier met nog twee knechtjes. Ga maar even aan de kant daar en laat je wapens even snel vallen voordat we hier jouw hoofd op een paaltje gaan spiezen. Kom maar inleveren. Rico, lever het maar in. Lever. En jij ook, meneertje. Oké. Okay. Wat we nu gaan doen, wij nemen dus jouw hertogdom over, zoals je misschien al had kunnen raden. Ja, dat, ja. Ja, en ik weet niet, jij staat bekend als een van de generalen. Dat weet je goed. Wat jij aan die meneertje Koning Dennis mag vertellen is dat zijn voedselvoorraad nu bij ons hoort. En dat hij zeg maar moet klaarmaken voor een oorlog in Winterfrost. Ook al zal hij dat waarschijnlijk niet redden, omdat hij gewoon niks heeft. Dus gaan we snel, kom op, hup, weg. Ik zou. Jij ook, en neem, hup, ga maar weg, kom op. Jesse, ga maar snel van je stoel af. Demi, ga je er maar lekker op zitten, dit is wel even jouw land. Dat lijkt me leuk. Okay. Leon, wat ben je eigenlijk met hem van plan? Ik weet nog niet, ik denk op zich is hij wel van adel. Dus ik denk dat we hem gewoon als, hij wordt niet als gevangene beschouwd, maar hij gaat gewoon gezellig met ons mee. Als een soort van, gewoon trofee dat wij hem bezitten. Ik ben niet van metaal hoor, als je dat denkt. Nou, kijk eens wat je aan hebt. Je hebt volledig diamond/metaal setje aan daar. Dat vind ik trofee genoeg. Ik weet niet hoe dat met jou zit, Lano, maar Oh ja, ik was wel lekker opwarmd. Ik was eigenlijk meer verplicht om ik heb heel veel scheetjes opgelaten. In de kerkers te gooien. Ja, bij mij. Maar als jij dat een beter plan vindt, vind ik het dan ook wel. Ja, maar dit laat ook weer zien dat wij krachten hebben. Nou, nu wij dus eigenlijk dit land nu bezitten, kunnen onze plannen laten verder gaan, waardoor wij dus eigenlijk met de resterende troepen van Era de andere laatste dorpjes kunnen overnemen. En dan hebben wij Zephyrin zo in onze handen. Nooit. Let maar eens op, Jesse. Let maar eens op. Zephyrin wordt van ons.